De serieuze en intrigerende blik van dit jonge meisje dwingt ons om haar recht aan te kijken. Het is geschilderd door Jo Koster in 1911. En Koster was haar tijd vrij ver vooruit als vrouwelijke kunstenaar met een zelfstandige levensstijl en carrière. En ze koos de schilderstijlen die haar op een bepaald moment dienden en was daarin vrij. En dit portret heeft ze geschilderd in een neo-impressionistische stijl. En met name het gezicht van het meisje heeft ze opgebouwd uit hele dunne, verfijnde verfstreepjes in verschillende kleuren. Ze wist al vroeg dat ze schilder wilde worden. En na enige smeekbedes kon ze haar ouders overtuigen. En ze gunde zichzelf een lange opleidingstijd. Ze volgde lessen aan academies in Amsterdam en Rotterdam. En in 1894 koos ze voor het avontuur en ze vertrok naar Parijs voor nog meer lessen. Dit doek schildert Koster vervolgens een kleine 20 jaar later. Ze woont op dat moment in Hattem. Daar liet ze een huis met atelier voor zichzelf bouwen. En ze trok van daaruit op de fiets met al haar schildersbenodigdheden de wijde natuur in om te schilderen. En misschien schilderde ze dit ook wel in de buitenlucht op een zonnige zomerdag.